Welkom bij een nieuwe vlog van Totally True. Daar ligt Céline uitgeteld. En hier zijn Nick en Geert. Hey! Zijn goed aan het sporten. En Céline en ik hebben besloten om niet mee te doen. Oh, het is dan nodig. Ik heb alleen niet dat het echt zo nodig is, maar ik heb wel veel gegeten hier. De fitness hier is wel heel tof. Ik ga het laten zien. Hè. Ik heb een loopband. Ik heb twee fietsen. Een crosstrainer. Allemaal gewichten. Kom aan, baby. Wat er? Wat was er? Ah, er was een foto van mij op het scherm. Ik heb het al gezien achter de balie. Er kwamen foto's van mij en van Céline en van ons samen. Super tof. Wat bleef? Ah. You go, girl, boy. Grapje, hè. En dan daar heb je nog zoiets waar een nek op zit. Ik weet niet voor wat dat dient, maar ik denk voor armen en zo. Dus je hebt hier wel van alles. Kijk toch. Ik ga jullie een rondleiding geven. Alleen een rondleiding. Ik ga jullie gewoon het zwembad laten zien. Amai, dat is alles fijn. Daar is Céline. Céline is heel moe. Hier heb... Oh, amai, die vloer is heet. Hier heb je zo zeteltjes om te zitten. Hier is het restaurant. En daar hebben we net ontbeten. We hebben hier een jacuzzi. En het grote zwembad. Hier hebben we nog een klein zwembadje met allemaal zitzakken rond. Yum, Céline en ik hebben een green juice. Yay, lekker healthy. Aangezien we niet zijn gaan sporten, gaan we toch onze vitamine binnenkrijgen. Yummy. Spring rolls bij de pool. Ze hebben alle drie kip. En ik heb met tofu. Uitgelegen bij de pool. Geert heeft een mooie chakosh. Hallo. Gay. Gay? Nee. Nee, ja. En niks tegen gay, ja. Een beetje gay is wel oké. Voilà. Dik oké. Dik oké, hè. Dik oké. En we gaan nu naar de... En doet niet mee. Wat? We gaan nu naar de spar of zo. Naar een winkel. Waarom draag jij die tas niet aan? Je onderbreekt mijn vlog, hè. Oh ja, hé. Hey. Gebabbel. Dus we gaan nu naar de winkel, want we gaan pasta met zalm en kersttomaatjes maken. En daarna gaan we naar het oude stadje. Ja. Was niet meer gedoucht. Gij wel, hè. Stink ik. Stinky winky. Nee, dat is niet waar. Ik heb mij wel ingesmeerd, dus...
ruik toch naar dat. Geert heeft zich wel nog snel gedoucht. Maar wij gaan nu slapen. En deze vlog gaat morgen verder. Dus slaap wel. En tot morgen. Tot morgen. Slaap lekker. Goedemorgen. Oei, daar zit jij. Nee. Wij zijn wakker. Oh. Heb je goed geslapen? Mm-hmm. Ik ook, maar ik was heel vroeg wakker. Oh, ik kon niet meer slapen. Maar ja, oké. We gaan ons nu klaarmaken. Dan gaan we ontbijten. Aan het zwembad liggen. Middag eten. En naar een strandje. Xaraka. Xaraka. Overschot van gisteren. Smakelijk. Ik ben aan het filmen. Oh. En dan mijn mond zo even afheven. Ja. Het is te nat, hè. We hebben net lekker gegeten. Allee, de overschotjes van gisteren, maar het was weer lekker. Weet je het al niet meer? Jawel, vraag je dat nu? Pasta met worstjes. Zo van die knakworstjes. Knakworstjes, ja. En mais had ik erbij, jij ook. Mozzarella. Jij had mozzarella, ik dan weer niet. En tomaatjes en mayonaise en peper en zout. Was wel lekker. Ja. Straks gaan we ook weer koken. Maar dat zien jullie dan. Nu gaan we ons omkleden. Ik denk dat ik een andere bikini ga aandoen. Dan heb ik weer andere foto's. En dan gaan we naar het strandje. Xaraka. Xaraka. Dat is ongeveer een half uur rijden. Dus ça va. En deze avond is het de finale van Thuis. My god. Geert volgt dat niet, maar deze week werd hij gedwongen omdat Nick, Celine en ik dat alle drie kijken. Dus deze week moest Geert kijken. En ik vind het spijtig dat het onze laatste dag is trouwens. Ja, maar ik ben ook wel heel blij dat ik morgen de katjes terug zie. Ja. Oh, kijk er kijk echt naar uit. En mijn mama en papa en mijn zus. Want ik heb die gemist. Normaal heb ik dan nooit zo op vakantie. En deze vakantie heb ik die echt hard gemist. Oh, ja, dat is heel raar, hè? Ja, dus mama en papa bij deze. Ik heb jullie gemist. Ik ben te scoren. Ja. Oké, we gaan doordoen. Hè. Tot zo. Tot zo. Aperitieven en koken. Celine is alweer bezig. Ik ga nu helpen.
We zijn net naar het hippiemarktje geweest. En ik heb de bovenste 3 armbandjes gekocht. Ik ga die een beetje uit elkaar. Wat ga je me helpen? Dat ze het sterretje ook zien. Dank u. Dus deze 3. En Celine heeft deze 3 gekocht. Super cute. En nu zijn we aan het wachten om de seizoensfinale van thuis te kijken. Celine is heel... Dat zag er heel verkeerd uit. Maar oké, thuis dus. Iedereen excited? Ja! Joepie de poepie! Wij zijn terug op de kamer. Wat vond je van de seizoensfinale van thuis? Top! Favoriete serie. Geert is geen thuiskijker, maar vanaf nu wel. Hè? Zeker. Sowieso niet. Ik vond het wel spannend. Ik vond wel het wel iets spannender gemogen. Allee, had je mogen, ik weet ja, niet. Ja, dat is waar. Allee, andere jaren is het precies spannender als nu. Ja. Maar ça va, ik vond het wel spannend. Het was wel heel spannend. Ik ben heel benieuwd wie Waldek heeft. Ik denk Julia. Maar, ik weet niet, Simon en Frank gingen ook zo allebei weg. En... My god, gaan we de hele alleen hier bespreken? Ja, even. Zeg. Oh, voor de thuisfans, hè. Sorry, thuisfans. Laat weten in de comments wat dat jullie denken, wie dat Waldek heeft. Oké, we gaan hier ook de laatste Ibiza-vlog afsluiten. Morgen reizen we nog de hele dag. Allee, hele dag. Vertrekken 's ochtends rond 11 uur, denk ik. En ik denk dat we rond 5 uur echt thuis gaan zijn. 5, 6 uur. Denk zoiets. Ja. Dus we gaan zien. Maar dan ga ik niet meer filmen, want het gaat zowel wel vermoeiend zijn. Mm-hmm. Dus hopelijk vonden jullie de vlogs leuk. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Vergeet ook niet te subscriben op ons kanaal. Dat zouden we heel leuk vinden. Mm-hmm. En wij zien jullie in de volgende vlog. Tot de volgende keer. Mwah. Bye bye.